Ja, mensen, wie gaat nog een liedje zingen? Hij zo dadelijk begint de watertanden, dan moet je ook niet generen voor ons. Want dat kunnen we regelmatig voeren dat de mensen het water volgens uit de mond kunnen. En wie dit versje, de meester heeft zo'n geweldig lekker, smakelijk versje gemaakt. Dat veert me over de kennemelkse pap. Ja, kennemelkse pap. Mooie herinnering, hè? Ja, de kennemelkse pap. Ja, vrolijk. Kan het maken met brood, hè? In die tijd was brood nog roggebrood. Ja, ja. Kan het maken met brood. En s'avonds dan, dat stond moeder te huren, hè? Met zo'n. Ja, kan het maken met roggebrood, hè? Ja, wat ben onze jeugd nog eigenlijk nog van roggebrood af? Die denkt dat dat geboren is een pekje van tienen met een cellofaantje erin. Ja. Mijn moeder vrouw, die had zo'n tienpolder voor de borst, daar ook daar. En daar ging ik best erin. Alleen, ik kon nooit helemaal tot onderop komen, hè, want het zijn altijd zo'n harde zolen van de oven. Dan brak ze altijd af. Iedere sneeuw had altijd zo'n kat aan het eind. Ja. Ja. En dan, die zolen die werd steeds langer en langer. Net zoals dat vader, ik kwam en die brak er een stuk af. Die zei: ik kan het peert niet krijgen. En dan ging ik rustig weg. Ja. Maar weet je, ging ik wel bij de kennemelkse pap in. Hè. En dan s'avonds weer de ruurt veranderd. Kan je daar iets schiften? En dan ging je lekker aan tafel. Ja. Ja. Met een kerkje zoete melk, dan ben je sukken niet. Want dan moest je niet te leven met wijze. Dan moest je kopen. Zoete melk was te zacht. Ja. En dan ging je lekker met. Ja, en dan had ik nog even met een strikstrijdeltje tussen de tanden door. De zemmels een beetje weg te poetsen. Dat ging je lekker met een dikke boek naar bed. Ja. Ja, een generatie eerder, die had dan de pap al net op tafel staan. Hè. En ik heb dat gezegd, dat is niet eerlijk, want wie op de hoek zit, ik kreeg maar weinig. Maar die waren het niet, ze hadden allemaal zo'n ronde klaptafel in huis. Ja, dat was op de boerderij het geval. En daar stond de pap middenop en allemaal de ronde meer. En dan had je ook niet van die lange, mooie, puttige lepels die in de mond kon zitten. Nee, van die grote, ronde, tingel dat het zei. Die moest je over het glas hebben en dan een beetje slobberen bij die hand. Ja. Dat hielp de been. Ja. En als s'avonds dan ziekte was, de dominee zat er, zei vader, wil dominee ook nog mee eten? En die dominee is op ziekte, zag ik door al de moeder in de paviljoen met zo'n groot grip aan de neus. En dominee zei, tweede dag niet, zei hij. Zegt vader, hoe dat dan? Zegt de dominee, ik weet nog niet hoe het valt, zegt hij. Ja. Later zegt hij, het viel mee hoor, ik ging ook mee. Ja, ja. En dan later dan, dat schikt ze allemaal aan. Hè. Ja. Alleen opa is natuurlijk nooit de verlossen, die moet eerst ja, achter het verlies vandaan komen en ze hebben een lekkere warme huisje. En eerst die pruim en zoek nog, wat ook nog kwijt is. Ze gaan eerst op de hoek van het verlies of straks. En dan wordt er nog de laatste strol tabakzak kwijt. En dan dat geeft in de verliesbak. Daar hadden ze hier van die stukkelige groene vetjes, weet je wel. Ja. Ja. En als dat dan gebeurd is, dan schikt opa ook aan. En dan, ja, dan kunnen ze aanvallen. Dan zit de dominee door. Opa zegt, heb je een kloete achter die keel, dominee? Ja, doe hem er maar weer in, zeg. Ik heb net ook al gehad. Dat is de onderbak waar je hurt met de kern en dat is de papa. Ja. En dan hadden die schip naar bed, hè. Ja. 8:30 aan tafel. En 9:00 naar de badklok. Dan ging je eronder. Zo was het toch? Ja. Ging je erachter? Ja. Ja, voor ons al wel, het is nog wat anders geworden. Ja. Ja, je zei nog niks langer dan toen, maar nu 6 uur of 11:30, 12:00 voor zo nog eens even heen komen. En dan heb ze zich eerst in het dronken. Ja. Ja. Ja, ook nog. Maar ook vaak als ze weer komt, dan kun ze ook geen bak meer zien. Maar met de knol heeft ze meestal wel op. Dan. Ja. Maar dan was van zingen. Ja. Ja. Moe wordt is de kennemelkse pap, waar hij dat grijt toch stond. Want zonder wien tel ik een kennemelkse pap, kan ik niet slapen gaan. Wat een leven had hij toch, als jums gevangen jaar of 11.
al kind vanzelf. Aan bord een eerpel staat ons brood, hij kwelt er kuiver nog. En s'avonds ver naar Bennegoor, dan riep hij altijd nog. Hoe kort is de kannenbelsepap, voor hij dat grijt toch stond. Want zonder mijn te leven had hij toch, hij schumpsje van een jaar of elf. Met het etten had hij geen probleem, dat ging altijd vanzelf. Aan bord een eerpel staat ons brood, hij kwelt er kuiver nog. En s'avonds ver naar Bennegoor, dan riep hij altijd nog. Hoe kort is de kannenbelsepap, voor hij dat grijt toch stond. Want zonder mijn tel naar huis toe was, wie het eindelijk was nacht. Het licht dat had ze u de dom, ik kon hier niks meer zien. En zing ze met de stoelen stem, waar wil je nog van heen? Hoe kort is de kannenbelsepap, waar hij dat grijt nog stond. Want zonder mijn tel ik een kannenbelsepap, dat ik niet slopen kon. Zo'n drukken kinders hij al gauw bij mekaar gespoord. Vaker gooi naar oma toe, die steek je altijd kloor. En als ze dan aan tafel zit, de pap dat er nog niet steekt, dan zingt ze met de vader, dat heuren en zien vergeet. Moor is de kinderse pap, waar hij daar gelijk op stond. Want zonder mijn tel ik een kermisse pak, kan ik niet slapen ook. En nu zie alle soorten pap bij ons op tafel staan. En flessen, toeten of in het pak, dan heb ze het in de dorm. De Jogo, Dano, Mona, hap, met alle mensen blij. Maar moeders of de beste kannenbelsepap, de minister niet meer deed. Oh, waar is de kannenbelsepap, waar hij dat grijt nog stond? Want zonder mijn telken kannenbelsepap, ga ik niet stoppen.